Kan je je even voorstellen? Mijn naam is Huub Waterval. Ik ben oprichter en CEO van Nextview. Wat doet Nextview? Nextview is een design en tech firm en we zijn ook een certified B Corp. Wat wil zeggen dat wij onze eigen core competenties, een technology consulting inzetten om onze klanten het ook maatschappelijk een stukje beter te laten doen. Jullie zijn een SAP partner en we staan hier op de Software Now 2018 hier in Orlando. Jullie tonen hier een aantal cases, hè, die jullie bespreken met de bezoekers. Kan je me daar wat meer over vertellen? Ja, leuk. Er zijn drie cases. De eerste is Suikerunie in het kader van Smart Farming. De tweede gaat er ook over. Gaat over Waterwatch Corporation. Die ook met name boeren in arme landen willen helpen, zeg maar, met data hun oogsten te laten verbeteren. En de derde is Remix, dus Predictive Intelligence in betaald voetbal. En kan je wat meer vertellen over de eerste case, over Suikerunie en Smart Farming? Wat is daarmee bereikt en met welke technologie van SAP? Nou, we hebben met behulp van de SAP Cloud Platform eigenlijk drie dingen gedaan. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat Suikerunie staat is meer of een hogere yield te halen uit suikerbieten. Minder pesticiden te gebruiken en uiteindelijk ook gewoon minder watergebruik. En dat is natuurlijk zowel in business als in social als ook in environmental opzicht alle drie een grote win. Waterwatch heeft ook een specifieke case, want die hebben een speciale app ontwikkeld voor boeren waarmee ze beter kunnen oogsten, had ik begrepen. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk superleuk, want Ronald Lanjouw is een van mijn voormalige compagnons. En ja, wij werken nog steeds voor Waterwatch en we zijn hun technologiepartner op dat vlak. En ja, daar gebeuren echt hele coole dingen. Zij gebruiken satellietdata om echt ook gewoon boeren op microniveau te adviseren omtrent ziektes, omtrent zaadpatronen. En ja, echt om gewoon hele grote groepen. Dus het gaat ook echt om 100.000 tot 1 miljoen boeren wat we willen bereiken in de komende 1 tot 2 jaar. Dus het is ook heel mooi, zeg maar, om niet alleen hier goede dingen te doen, maar vooral ook elders goede dingen te kunnen doen. En de laatste case, voetbal. Ja, als we daarover beginnen, duurt het gesprek meestal wat langer. Maar wat wij eigenlijk doen is op basis van big data modellen. Professional voetbalclubs helpen om eigenlijk, als zij spelers toevoegen aan hun team, om dan te berekenen, zeg maar, hoe hun relatieve sportsterkte eigenlijk toeneemt. En wat dat vervolgens weer betekent in termen van financiële prestaties. En zodoende kun je eigenlijk een business case maken voor de aanschaf van voetbalspelers. Dus eigenlijk een marktwaarde bepalen voor professional voetbalspelers. Dus eigenlijk een beetje moneyball voor voetbal. Bij al deze cases gebruik je veel SAP-technologie. Waar ben je het meest onder indruk van welke SAP-technologie? Nou, het HANA Cloud-platform en dan met name de computing power die daar achter zit. Zowel bij Waterwatch als ook bij Remix. En zeker nu ook de Suikerunie case groter begint te worden. De hoeveelheid gegevens die we in alle drie die cases verwerken. En de computing power die we nodig hebben om allerlei machine learning scenario's te draaien. Ja, die is gigantisch en dat zouden we niet zonder SAP-technologie kunnen. Dankjewel.